zijn woord heeft gegeven om zijn volk toe te rusten. Want ja, natuurlijk, we weten allemaal dat Gods woord is een handleiding. En vooral in deze tijden, hè, ik hoop dat u dit allemaal al inziet en de Bijbel leert ons ook dat we elkaar moeten aanmanen en vermanen dat dit de eindtijd is en wij in de eindtijd leven. Het is een groot voorrecht op zich. Maar we zijn de laatste tijd aan het praten over de geestelijke strijd. Dus we hebben het gehad over de gedachte in gevangenschap nemen, zoals 1 Korintiërs hoofdstuk 10. We praten over strijd in de geest. En vanmorgen wil ik daar meer over zeggen, maar ik wil er ook dieper op ingaan. En ik wil graag met u samen naar Gods woord kijken, wat hij ons wil leren over wie hij is. Want hoe meer we over Jezus leren, hoe makkelijker het woord ons wordt, of laten we het anders zeggen, minder moeilijk voor ons wordt om in deze wereld te kunnen leven. Want ja, zoals ik vaker zeg, christen zijn is niet moeilijk, christen zijn is onmogelijk. Niemand kan christen zijn door de kracht van de Heilige Geest uit. Maar laten we even bidden. Heer Jezus, ik bid vanmorgen, kom maar voorbij u, Vader God, als uw volk, om u te vragen om ons wijsheid te geven, om ons ook bij te staan, Vader God. Om ons te helpen om onze gedachten te richten op uw woord vanmorgen. Niet om ons heen te kijken, niet vooruit te kijken naar wat er morgen gaat gebeuren, of wat er gisteren is gebeurd, maar om die dingen te kunnen loslaten en ze bij u te laten. Dat vragen we Jezus naam. Ik moet niet vergeten, de Bijbel is ontzettend praktisch. De Bijbel leert ons hoe wij kinderen van God moeten zijn. De Bijbel leert ons hoe wij moeten leven in deze wereld. En ik weet dat vaak mensen zeggen van, ja, maar de Bijbel heeft zoveel dingen die je niet mag doen. Dat houdt mensen soms heel vaak tegen, maar zoals iemand eens heeft gezegd, als je de tijd neemt om de dingen te doen die je wel mag doen, heb je geen tijd om te doen die je niet mag doen. Het is een kwestie van waar je op richt. Ik wil het vanmorgen hebben over ik ben de opstanding en het leven. We gaan daar meer over zeggen. We gaan kijken van het standpunt uit van de geestelijke strijd. Onze eerste tekst is in 1 Petrus 2 vers 9 waar er staat: Gij echter zijt de uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk, goden ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van hem die uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Kijk, het belangrijkste voor ons om te kunnen weten als christenen is wie wij zijn. En de Bijbel wil ons laten weten wie wij zijn in Christus. Als wij weten wie wij zijn in Christus, bekijken we deze weer van een heel ander standpunt. En God wil dat wij weten dat wij uitverkoren geslacht zijn, een koninklijk priesterschap. We zijn een heilige natie, we zijn God ten eigendom. Waarom? Want zodat hij door ons de wereld kan laten zien wie hij is. En hoe? Kijk naar de volgende tekst. Daar staat er, weet gij niet dat gij Gods tempel zijn en Gods geest in u woont? God wil dat wij weten wie hij is. En God wil dat de wereld kan zien wie hij is, zoals ik eerder zei. Nou, die tekst die we hier hebben, weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en Gods geest in u woont? Ik ga vandaag op bepaalde dingen dieper ingaan. Ik wil gaan praten over wat de Bijbel ons eigenlijk leert over wie wij zijn in Christus. Ik ga dingen formuleren. We gaan naar een paar teksten kijken en dan gaan we het allemaal netjes bij elkaar zetten. Nou, er staat hier, weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en Gods geest in u woont? Zoals u weet, in de tempel in Jeruzalem van Israël was het heilige en het was het heilige de heilige. In het heilige de heilige had je de ark, dat is in principe een troon, want dat staat letterlijk in de psalmen. Hij die gezeten is op de vleugels de cherubim. Dus eens per jaar moest de hoge priester verschijnen bij God zelf en dan verscheen hij bij de Heer. En dan kreeg hij vergiffenis voor de zonde van de mensen. En net achter het gordijn in het heilige, en dan kunnen we zeggen naar voor het gordijn, was het reukofferaltaar. En het reukofferaltaar was van acadiahout gemaakt en het was helemaal overlegd met goud. Dat verwees allemaal naar Jezus, hè? Want het hout is vergankelijk, goud niet. Dus het verwees naar Jezus, zijn menselijke aard, het hout, en het goud, het onvergankelijk, Jezus, zijn goddelijke aard. En nu vergeten staat ook in de Bijbel dat Jezus telkens weer voor ons bidt. En in de psalmen staat er ook, mogen mijn gebeden voor u zijn als wierook dat omhoog reikt. Dus net voor het heilige de heilige was het reukofferaltaar. Dus het was altijd aan, dus altijd die gebeden die voor God stroom verschenen. En dan had je ook natuurlijk het toonbroodenaltaar, daar gaan we het een keer weer over hebben. En dan had je natuurlijk die lampen. En ze hadden lampen gemaakt. En als je kijkt in Exodus, had God hun verteld hoe ze het moesten maken. Want het werd op een bepaalde manier gemaakt dat er bijna geen rookontwikkeling was. Want niet vergeten, die tijd hadden ze geen kaarsen. Dus olie in een lamp. En de priesters moesten zorgen dat die lampen nooit uitgingen. 24 uur per dag. Waarom? Want in het Oude Testament vertegenwoordigt olie de Heilige Geest. Licht. Het licht moest altijd in de tempel zijn. En dan begrijpen jullie natuurlijk dat op Pinksteren verscheen er een vuur en die brak op en die ging bovenop de hoofden van de mensen. Want op het moment dat Jezus stierf, het voorhangsel in de tempel gescheurd, dus de toegang tot God is nou opengemaakt. De Joden natuurlijk begrepen waarom die vlammetjes op hun hoofd verschenen, want God was verhuisd van een tempel door mensenhanden gebouwd naar een tempel van dat hij zelf gemaakt heeft van vlees. Daarom verschenen die vlammetjes op hun hoofd. Hij wou hun laten zien en de Joden begrepen dat natuurlijk, want het waren Joden natuurlijk en die begrepen direct. Wat dat inhield, hij is voor eens en voor altijd verhuisd. Daarom staat er, weet gij niet dat gij God tempel zijt en Gods geest in u woont? Dus hij wou hen laten zien
wat hij gedaan had en dat hij nooit meer en dan ook nooit meer in een tempel zou gaan wonen dat door mensenhand is gemaakt, maar dat hij in ons is komen wonen. Want er staat in 1 Korintiërs 6 vers 7, hij die zich aan de Heere hecht, is één geest met hem. We gaan eventjes een paar stappen terug te nemen om te laten zien wie wij zijn. En er staat hier in 2 vers 7, toen formeerde de Heere God de mens uit stof uit de aardbodem en hij blies de levensadem in zijn neus, alzo werd de mens tot een levend wezen. Het Hebreeuwse woord voor ziel of geest is nefesh. En er staat letterlijk dus, hij zegt, en hij blies, er staat yivga, hij blies, is Hebreeuws. En levensadem is nishat chayim. Dus het levensadem, dus hij blies het levensadem, nishat chayim, van het woord chai, in zijn neus, alzo werd de mens een levend wezen. Er staat nefesh chaya. Dus hij werd een levend wezen. Dus als we goed kijken naar wat er staat, heeft God de mens geformeerd uit de aardbodem. En heeft toen een mens gemaakt, maar de mens was niet levend. Hij is pas levend geworden toen God in hem blies, zijn levensadem in hem blies. Het Hebreeuwse woord betekent letterlijk de ware essentie van wie ik ben. Het is een tamelijk moeilijk, niet vergeten, Hebreeuws is een tamelijk concrete taal. Dus bepaalde dingen betekenen soms heel veel meer en daar ga ik zo direct meer over vertellen. Maar ik heb ondervonden dat als je een beetje van de achtergrond kent, je ook beter kan begrijpen waarover het gaat. Dus wij zijn een nefesh chaya. We zijn een levend gewezen geworden doordat God in ons blies. Nou, het interessante hiervan is, de vijand wil ons altijd laten denken dat dit is het. Dus leef zoals je leeft, leef erop los. Waarom? Want als je dood bent, is het toch allemaal afgelopen. Dus ga allemaal als het goed voelt, doe het maar, word rijk enzovoort. Hij wil de mens zich laten richten op het vleeselijke. Maar als je goed naar Gods woord kijkt, zijn wij niet een lichaam met een geest. We zijn een geest met een lichaam. Daarom kunnen wij niet sterven. Onze lichamen sterven, maar wij niet. Want die moeten voor God verschijnen. En de Bijbel zegt ook, de ziel die ik in de mens heb gelegd, verlang ik met jaloezie terug. Als we ook kijken naar 1 Koning, om een tekst aan te geven. In 1 Koningen staat er ook waar Elia bad voor het kind dat gestorven was. En er staat daar de ziel en de nefesh keerde naar dat kind terug. Dus God gaf dat kind terug. Nou, we gaan nu praten over hoe God naar ons kijkt. Hoe hij voor ons zorgt. De God die voorziet. Kijk naar onze volgende tekst. Dit is Exodus 7 vers 3. Dus God heeft de Israëlieten gezegd van ik ga jullie uit Egypte weghalen. Maar voordat hij dat deed, moest hij hun laten weten wie hij was. Het is heel belangrijk dat u dit begrijpt. Om te kunnen begrijpen wie wij zijn, moeten we eerst begrijpen wie hij is. Want in hem leven wij. Door hem leven wij. We kunnen niet om Jezus heen. Dus hij zegt hier tot de Israëlieten, ik heb terdege gezien het ellende van mijn volk dat in Egypte is en ik heb hun gejammer over hun drijvers gehoord. Ja, ik ken hun smarten. Daarom ben ik nedergedaald om hen uit de macht der Egyptenaren te redden en uit dit land te voeren. Naar een goed en wijd land, een land vloeiende van melk en honing. En de woonplaats van de Kenenieten, de Hethieten, de Amorieten, de Perizieten, de Gewieten en de Jesubieten. En nu zie, het gejammer der Israëlieten is tot mij doorgedrongen. Ik heb ook gezien hoezeer de Egyptenaren hen verdrukken. Nu dan, ga, ik zend u tot Farao om mijn volk, de Israëlieten uit Egypte te leiden. Maar Mozes zeide tot God, wie ben ik dat ik naar Farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou te leiden? En toen zeide God tot hem, hij zeide, ik ben immers met u. En dit zal u tot teken zijn dat ik u gezonden heb. Wanneer gij dit volk uit Egypte hebt geleid, zult gij God dienen op deze berg. Daarop zeide Mozes tot God, maar wanneer ik tot de Israëlieten kom en hun zeg, de God uw vaderen heeft mij tot u gezonden en zij mij vragen, hoe is zijn naam? Wat moet ik hun antwoorden? Toen zeide God tot Mozes, ik ben die ik ben. En hij zeide, aldus zult gij de Israëlieten zetten, ik ben heeft mij tot u gezonden. Oké, ik weet, kussen lezen we vaak over dingen heen. Maar ik denk dat de mensen die lang genoeg in deze kerk weten, dat je niet mag gebeuren uiteraard. Staan dat hier niet toe. Dus aanhalingstekens, begrijpt u wat ik daarmee ben. De Bijbel gaat tamelijk diep op dingen in. Maar ik heb vaker gezegd, je kan de Bijbel op verschillende manieren lezen. Je kan op dit vlak lezen, dit vlak of dit vlak. Hangt er vanaf hoe je het wil lezen. Zoals Jezus even zegt, zoals u gelooft, zij het u. Nou, als u kijkt naar deze tekst, zegt hij tegen hem, hij vraagt hem in vers 12, zegt hij, ik wil ze niet leiden, waarom moet ik ze leiden? Wie ben ik? En hij zeide, ik ben met u. Dus hij zegt, ten eerste zegt hij, hij heeft hem direct geantwoord, hij heeft hem niet gezegd van, dit is de reden waarom je moet doen. Hij zegt, ik ben met jou. Ik ga met je, waar je ook naartoe gaat. En dan gebeurt er iets interessants. Dus hij gaat naar hem toe en hij zegt tegen hem, hij zegt, ze gaan mij vragen, wie heeft jou gestuurd? En toen heeft God tot de Mozes gezegd, ik ben die ik ben. En hij zeide, ga naar de Israëlieten en zeg, ik ben heeft meegezonden. Nou, dit is tamelijk interessant, oké? Okay? Want het is belangrijk dat we begrijpen hoe God tot ons spreekt. Dus hij zegt tot de Israëlieten, ik ben die ik ben. Nou, het is tamelijk interessant, want in Hebreeuws is het namelijk zo dat het werkwoord zijn niet bestaat in de tegenwoordige tijd. Dus in het Hebreeuws zeg je letterlijk, ik man.
ani ish. Het bestaat niet. Dus het werkwoord zijn bestaat niet in de tegenwoordige tijd. Zoals wij zeggen, ik ben, jij bent, hij is, bestaat in het Hebreeuws niet. God heeft niet gezegd, ik ben die ik ben. Hij heeft eigenlijk gezegd, ehe asher ehe. Het betekent letterlijk, ik zal zijn die ik zal zijn. Dat is letterlijk wat hij gezegd heeft. Okay. Maar ik wil dat u dit begrijpt. Het is namelijk zo, in Hebreeuws, vooral in het oude Hebreeuws, was het namelijk zo, dat je een tijd gebruikte die alle tijden aangaf. Dus toen God tegen hem zei, ehe asher ehe, ik zal zijn die ik zal zijn, hoorde hij, want je moet niet vergeten, in taal gebruik je een bepaald woord. Als ik bijvoorbeeld tegen jullie zeg stoel, zien jullie direct iets in je gedachten en je begrijpen direct iets waarop je zit, waar of niet. Okay? Ik zeg auto, iets waarin je rijdt. Dus een woord brengt een begrip voort. Dus toen hij zei tegen hem, ik zal zijn die ik zal zijn, hoorde Mozes, ik was die ik was, ik ben die ik ben, ik zal zijn die ik zal zijn. Zie je? Dus die tijd gaat over alle tijden heen. Dus in Psalm 23, toen David zei, Yahweh ro'i lo echzar, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. De lezer daarvan, of de hoorder van dat psalm, hoorde, de Heer is mijn herder, mij ontbrak nooit iets, mij ontbreekt nou niets, en mij zal nooit iets ontbreken. Zie je? Dus God is een God van het verleden, van in nu en van de toekomst. Dus met andere woorden, God is altijd met ons. Dus hij heeft hem niet geantwoord, want hij heeft tegen hem gezegd. Hij zegt, wat is uw naam? Wat moet ik in antwoorden? Hij heeft zijn naam niet gegeven. Wat hij gedaan heeft, heeft hem gezegd wie hij is. Voordat je mijn naam kent, wil ik eerst dat je weet wie ik ben. En wat ik voor jou ben. Ik zal je nooit begeven, ik zal je nooit verlaten. Voordat je erop uittrekt, wil ik eerst dat je weet dat ik met jullie was in het verleden, dat ik nu met jullie ben en dat ik in de toekomst ook met jullie zal zijn. En voordat Jezus trok, een van de laatste dingen die hij zei, ik ben met u tot de volleinding der wereld. Ik zal altijd met jullie zijn. Ik was in het verleden met jullie, ik ben nu met jullie, ik zal altijd met jullie zijn. Dus je gaat niet alleen. Dus hij zei letterlijk, elke stap van de weg ben ik met jullie. Pas in Exodus hoofdstuk 6 zegt hij tegen hem, voorsprak God tot Mozes en zeide tot hem, ik ben Yahweh. Dus waar staat de Heer in het Hebreeuws als Yahweh? Hij zegt, ik ben Yahweh. Ik ben aan Abraham, Isaac en Jacob verschenen als El Shaddai, God de Almachtige. Maar met mijn naam Yahweh ben ik hen niet bekend geweest. Zij kenden mij als El Shaddai, Abraham, Isaac en Jacob. Maar ik ga jullie nou vertellen wat mijn naam is. Mijn naam is Yahweh. Yahweh is moeilijk te vertalen. Het is eigenlijk afgeleid van het werkwoord zijn. Het betekent zoiets als hij die alles tot stand bracht dat tot stand is gekomen. Zoiets betekent het. We weten niet precies. Nou, in de Bijbel zegt hij hier, ik ben Yahweh Yireh. Yahweh Yireh. Hij zegt, ik ben Yahweh Yireh. Dus Yireh betekent in het Hebreeuws voorzien. Ik ben de God die voorziet. Yahweh voorziet. Dus met andere woorden, hij zei tegen de Israëlieten en hij zegt het tegen ons, ik heb voorzien voor jullie in het verleden, ik voorzien nu voor jullie, ik voorzien in de toekomst ook, ik zorg voor jullie, ik ben er altijd. Nou, we gaan een paar stappen verder. Hou dat even in gedachten en we gaan nou verder hiermee. Dus om onze opdracht, dus om Jezus te kunnen dienen, om van hem te kunnen getuigen, om te kunnen uitvoeren wat hij ons heeft opgedragen, moeten wij voorzien kunnen worden van bepaalde kwaliteiten, een bepaalde houding, bepaalde krachten en bepaalde denkwijzen. En deze komen niet uit het menselijk karakter. Want Jezus heeft gezegd, in Matteüs 28, zegt hij, gaat heen, maak al de volken tot mijn discipelen, dood hen in de naam des Vaders, des Zoons en des Heilige Geestes, onderhoud al wat ik u bevolen heb, en zie, ik ben met u tot aan de volleinding der wereld. Dus zie je, hij heeft ons opdracht gegeven. Om deze opdracht uit te kunnen voeren, moest hij ons iets geven. Daar komen we zo direct op. En in Lucas 24, vers 29, zie, ik doe de belofte mijns vaders op u komen. Maar gij moet in de stad blijven totdat gij bekleed wordt met kracht uit den hoge. Okay? Dus hij heeft gezegd, ja, ik geef jullie wel een opdracht, maar jullie kunnen die opdracht niet uitvoeren zolang jullie iets niet hebben. In dit geval iemand niet hebben, de Heilige Geest. Dus ga niet weg uit de stad totdat je kracht ontvangt uit de hoge. Om je taak te kunnen uitvoeren, kracht van de Heilige Geest. Dan kan je erop ingaan. Nou, dit is tamelijk interessant. Ik vind dit heel erg mooi. Dus hij wilde ons het strijdperk niet insturen zonder de juiste uitrusting en toerusting. Dus in deze strijd werken conventionele wapens niet. Die werken niet in deze strijd. Ze werken helemaal niet. En daar waar Jezus zijn kinderen zijn, is alleen het beste van het hoogste goed genoeg voor ons. En dat is Jezus. Ja? Dus stuurt Jezus ons de strijd niet in met dingen, met menselijke conventionele wapens. Hij stuurt ons de strijd in met zichzelf, met de Heilige Geest. Dus wij zijn het enige leger dat ooit bestaan heeft, dat niet uitgerust is met wapens. Want er staat in 2 Korintiërs, want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees, want de wapenen onze veldtocht zijn niet vleeselijk, maar krachtig voor het God tot het slechte van het bolwerk.
Dus wij zijn het enige leger dat ooit bestaan heeft, dat niet uitgerust is met wapens, maar met een persoon. Jezus is het woord van God natuurlijk, nietwaar? Dus als christen moeten wij leren strijden, niet alleen op natuurlijk vlak, dus het vlees en de gedachten, maar ook op bovennatuurlijk vlak, geestelijk vlak. Dus wij zijn geest en daarom moeten wij ook onze vernieuwde geest gebruiken om ons zondige lichaam te beheersen. Vooral in deze tijd. Begrijp je, er komt zoveel op ons af, waar of niet? Als jullie naar televisie kijken, komt zoveel smerigheid op ons af, waar of niet? Je loopt een benzinestation binnen en daar hebben ze allemaal van die pornografische dingen, waar of niet? Waar je ook niet kijkt. In het begin ging ik altijd, was het leuk toen die jongens nog klein waren, zijn nog veel ouder natuurlijk, maar toen ze klein waren, vonden ze het leuk om binnen te rijden, kijk, kunnen ze ijs krijgen of zo voor. Maar na de eerste 2-3 keren deed ik het niet meer. Want terwijl ik aan het betalen was, waren al die dingen daar. Dus ik zeg, weet je wat, ik breng het wel voor jullie. Wat willen jullie? Ik breng, maar ik liet ze niet meer naar binnen. Zo zeggen in de computertaal, zeggen ze, garbage in, garbage out. Wij moeten leren kijken van wie wij zijn. Dus met andere woorden, we zijn geesten. En met onze vernieuwde geest, als we ons hart aan de Heer hebben gegeven, krijgen we een, zoals de Bijbel zegt, het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Zij die in Christus Jezus zijn, zijn een nieuwe schepping. Moeten wij onze vernieuwde geest gebruiken om ons zondig lichaam te beheersen. 1 Korintiërs 9, en dan lees ik vanaf vers 24 tot en met 27. En hij zegt hier, weet gij niet dat zij die een renbaan lopen, allen wel lopen, doch dat slechts één de prijs kan ontvangen, loop dan zo dat gij die behaalt. Dus hij zegt je, de prijs, wie is de prijs? Het eeuwig leven. De Heer Jezus, dat is onze prijs. En al wie het wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Zie je? En al wie aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles, zij om een vergankelijke erekrans te verkrijgen, wij om een onvergankelijke. Dus hij zegt, kijk, je merkt wel van die mensen, deze mensen die trainen soms 12 uur per dag. Vroegsmorgen, ze trainen, juiste training, juiste voeding, juiste houding, juiste alles. Dus ze staat er letterlijk hier. Ze beheersen zich in alles. Nee, ik kan in de film gaan. Nee, ik kan geen hamburgers eten. Nee. Ze beheersen zich. Waarom? Om een vergankelijk, iets dat een einde heeft. Hij zegt, op dezelfde manier moeten wij op deze wedloop ook lopen. Door ons te beheersen. En dan zegt hij vers 26, ik loop dan niet naar een blinde en geen vuistvechter die zich in de lucht slaat. Hij zegt, ik sta niet gewoon in de lucht te slaan. Het moet doelgericht zijn. En dan zegt hij hier in vers 27, nee, ik tuchtig mijn lichaam en ik hou het in bedwang. Om niet naar anderen gepredikt te hebben, wellicht zelf afgewezen te worden. Hij zegt, ik tuchtig mijn lichaam en ik hou het in bedwang. Onze gedachten in gevangenschappen, waar we de laatste 2 weken over hebben gehad. In 1 Timotheus hoofdstuk 4, ik lees vanaf vers 6. Als gij dit de broeders voorhoudt, zult gij een goed dienaar van Christus zijn. Wel onderlegd in de woorden des geloofs, in der goede leer, die gij gevolgd zijt. Maar wees afkerig van onheilig oude vrouwen praat. Oefent u in de godsvrucht, zegt hij. Want de oefening van het lichaam is van weinig nut, doch de godsvrucht is nuttig tot alles. Daar zij een belofte inhoudt van leven in heden en toekomst. Dit is een betrouwbaar woord en al een aanneming waard. Ja, hierom getroosten wij ons moeite en grote inspanning, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die een heiland is voor alle mensen, in gezondheid. Voor de gelovigen. Hij zegt, oké, we hebben een grote inspanning, maar we doen dit omdat onze hoop op Jezus is gevestigd. En oefen die godsvrucht, zegt. Blijf het oefenen. Hebreeën hoofdstuk 5. Ik lees vanaf vers 11. Hierover hebben wij veel te zeggen, maar het is moeilijk uit te leggen, omdat gij traag zijt geworden van in het horen. Maar hoewel gij, na de tijd gerekend, leraars behoorde te zijn, hebt gij weer nodig dat men u de eerste beginsel van de uitspraken Gods leert. En gij hebt nog melk nodig en geen vaste spijs. Want de ieder die nog van melk leeft, heeft geen weet van recht te prediken. Hij is nog een zuigeling. Maar de vaste spijs is voor volwassenen, die door het gebruik hun zinnen geoefend hebben in het onderscheid van goed en kwaad. Dus hij gaat hier verder op en hij vertelt in het boek van Hebreeën, zegt de schrijver hier, kijk, jullie zouden al lang veel verder moeten zijn, want jullie zijn al lang bekeerd. Maar in de tussentijd zijn jullie nog steeds bezig met de dingen van het begin. Jullie leven nog steeds in het verleden. Daar ga ik zo direct meer over zeggen. Ik weet dat wij als christenen vaak problemen hebben met het verleden, want dat houdt ons nog steeds tegen. Maar de Bijbel leert ons dat het verleden in het verleden gelaten moet worden. De Bijbel zegt, ik gooi zonde achter mijn rug, want God kijkt nooit om. Maar zoals iemand eens heeft gezegd, vandaag is de morgen waar je gisteren zorgen over maakte. Als jullie goed nadenken over je leven, gaan jullie zien dat jullie vaak zorgen hebben gemaakt over dingen die nooit zijn gebeurd. Waar of niet? En wanneer ze gebeurden, waren ze half niet zo erg als je dacht dat ze zouden worden. Waar of niet? Toch? En ik zeg altijd, dat Satan je herinnert aan jouw verleden, herinnert aan onze toekomst. Je kan niets meer doen aan het verleden. Ja, er is wel iets dat je kan doen. Weet je wat dat is? Loslaten. De meeste mensen hebben problemen met het verleden. Maar Jezus is gestorven voor dat verleden. Daarom staat er in de Bijbel, het oude is voorbij,
het nieuwe is gekomen. Zij die in Christus Jezus zijn, zijn een nieuwe schepping. Die dingen die zijn gedaan in het oude lichaam, oude geest, oude persoon, die zijn dood. Het probleem is dat wij een stinkend lijk achter ons aanslepen. Omdat God ons een nieuwe geest heeft gegeven, en omdat God wil dat wij in deze wereld kunnen functioneren, want ik weet dat vaak als denken we als christen, oh dat mag niet en dit mag niet en dat mag niet. En we lopen zo met zoveel schuldgevoelens rond, die trouwens ook niet mogen natuurlijk, want de Bijbel zegt ze zelf, daarom is geen schuld meer in hen in Christus Jezus zijn in Korintiërs. God wil dat wij vrij zijn. Hij wil dat wij vrij zijn, dat we vrij zijn in onze gedachten. Daar hebben we verleden week al over gehad. Daarom heeft God ons ook dingen gegeven om in deze wereld te kunnen functioneren. Hij heeft ons 7 voorzieningen gegeven van Christus. Ik ga nu praten over de 7 voorzieningen van Christus voor het volk van het Koninkrijk van God. Jezus heeft 7 uitspraken gedaan over zijn rol in het Koninkrijk van God ten opzichte van zijn kinderen. Dus zoals ze eerder zeiden, dus hij stuurt ons er niet zomaar op uit, maar hij voorziet ons dus en hij bevoorraadt ons met de kracht van zijn wezen. Zoals er staat in Zacharia 4 vers 6, niet door kracht, noch door macht, maar door mijn geest, zegt de Heere der Heerscharen. Dus Jezus heeft ons 7 basisvoorzieningen gegeven. Jezus is Yahweh Jireh, God voorziet. Dat is, dat komt in Genesis 22 vers 14, daar heeft Abraham gezegd, God voorziet, Yahweh Jireh. Waar gaan we dat slachtoffer vandaan krijgen, zei Isaac. En toen zei God, Yahweh Jireh, God voorziet. De eerste voorziening die hij ons heeft gegeven is, ik ben de opstanding en het leven. Dit zijn de 7 dingen die Jezus heeft gezegd over zichzelf. Ik ben de opstanding en het leven. De tweede, ik ben de weg, de waarheid en het leven. De derde, ik ben de ware wijnstok. De vierde, ik ben het brood des levens. De vijfde, ik ben het licht der wereld. De zesde, ik ben de deur. En de zevende, ik ben de goede herder. Dit zijn 7 voorzieningen, de 7 basisvoorzieningen die God ons heeft gegeven. Kijk, je moet niet vergeten, hij heeft ons meer gegeven. Okay? Maar dit zijn de basisvoorzieningen. Als je kijkt naar het Oude Testament, hebben we de 10 geboden. God heeft de Joden geen 10 geboden gegeven. Hij heeft ons de 613 geboden gegeven. De 10 geboden zijn het centraal onderdeel daarvan. Ten eerste, omdat het volk van het Koninkrijk van God hier op aarde Jezus zijn leven nodig heeft om de strijd aan te kunnen gaan, heeft hij ons opstanding en leven gegeven. Ten tweede, omdat zijn kinderen zijn wegen moeten kunnen bewandelen en omdat zijn kinderen moeten kunnen weten dat die weg de enige en de beste weg is, is hij de weg, de waarheid en het leven. Niet vergeten, waarheid is geen begrip, waarheid is een persoon. Daarom klopt niets in deze wereld als je het niet naast Jezus zet. Waarheid is geen begrip, het is een persoon. Ten derde, omdat zijn kinderen voeding en groei nodig hebben, waar we net over gehad, melk enzovoort. Omdat zijn kinderen voeding en groei nodig hebben, is hij de ware wijnstok. Want uit hem komt alles. Zonder Jezus werkt niets. Punt uit. Als u in deze gemeente bent gekomen en niet gelooft dat Jezus Heer is voor ons heeft gestorven, bent u de verkeerde gemeente. Wij geloven in Jezus. Jezus is onze Heer en Heilige. Alles komt van hem. De Bijbel leert ons heel duidelijk. Alles komt van hem, tot hem en door hem. Omdat zijn kinderen voedsel nodig hebben, is hij het brood des levens. Alleen dit voorziet. Mijn lichaam kan doodgaan van de honger, wat God trouwens nooit zal toestaan als je goed naar de Bijbel kijkt. Maakt niet uit. Zolang mijn ziel gevoed, leef ik eeuwig. Ten vijfde, omdat zijn kinderen moeten kunnen zien waar zij heen moeten gaan, is hij het licht der wereld. Omdat zijn kinderen toegang moeten kunnen hebben tot God, is hij de poort. Alleen door die poort kom je er. Punt uit. Dus maar 1 tussenpersoon tussen God en mens, de Heer Jezus Christus. Er is maar 1 brug over die kloof van de zondige mens naar de levende God. En die brug heeft een naam. Die brug is een persoon. Dat is Jezus. De enige manier om tot God te komen is door de Heer Jezus Christus. Punt uit. Verder hebben we daar niets over te zeggen. Ik ook niet. 7. Omdat zijn kinderen leiding, raad, rust en verkwikking nodig hebben, is hij de goede herder. Ik ga 1 ding zeggen, niemand meer van u houden naar de Heer Jezus. Wist u dat er 1 keer God moest kiezen tussen mij en zijn eigen zoon. En ik leef nog, maar hij is gestorven. Moet er goed over nadenken. Hoor van om dingen na te denken. Wist u wat zo mooi is? Is dat God hield 1 keer in de geschiedenis. Heeft God meer van mij dan hij van zijn eigen zoon. Want hij heeft hem laten sterven in mijn plaats. Hij hield meer van mij dan van Jezus. En Jezus hield meer van mij dan hij van zichzelf hield. Want hij heeft voor mijn plaats gestorven. Moet echt, soms die 30 centimeter is soms een probleem voor ons. Hè? Je weet waarom ik die 30 centimeter heb. Weet je wat ik bedoel? En de plaats waar het hart en het geloof bij elkaar komen, dat is geloof. Dus Jezus dienen op aarde is de hoogste eer. Ik heb het vaker gezegd, hier. Het feit dat u hier in de gemeente bent, of de gemeente ook naartoe gaat, om samen te komen om Jezus eer te brengen. En samen te komen om Jezus groot te maken, is een voorrecht. Het is een voorrecht dat u hier bent. Want de Heilige Geest heeft u geroepen.
Jezus zelf zegt, niemand kan tot mij komen dan dat de Heilige Geest hem wil. Dat is een voorrecht. Dat gaan we op een dag zien wanneer we voor hem staan. Weet je waarom je hier was? De Heer dat u zegt, ik heb geroepen om te komen naar de kerk. En dan gaan wij zien, we worden geroepen door de koning der koningen. Het is de grootste eer om Jezus te mogen dienen. En om geroepen te worden om hier voor hem te mogen leven. Het is de grootste eer, want we komen van hem en we gaan ook weer terug naar hem. Want er staat in Johannes 1 vers 4, en in het woord was leven en het leven was het licht der mensen. Het is niet alleen dat wij daardoor leven, maar het is ook ons licht. Het is wat ons de weg wijst. Wij zijn nooit in duisternis. Je mag zeggen wat je wil. Ik weet dat verschillende mensen, ik zelf ook in mijn leven heb meegemaakt, dat ik plotseling in een donkere tunnel terechtkom. Maar ik ken de mensen van deze wereld, wanneer ze in die tunnel terugkomen, ze kijken, zien ze alleen duisternis. Maar ik zie altijd een licht aan het einde van mijn tunnel. Want ik weet, als er geen weg eruit is, is er altijd een weg omhoog. Dat weet ik. Al die jaren die Heer Jezus ken, kan ik je één ding zeggen, hij heeft me nooit teleurgesteld. Het is verschillende keren gebeurd dat ik hem dingen heb gevraagd die hij mij niet heeft vergeven. Dat weet u allemaal, maar niet vergeten, God heeft 3 antwoorden, ja, nee en wacht even. Nee, hij heeft 4 antwoorden, de vierde is, ben je helemaal. Maar soms zegt Jezus, soms zegt de Heer, nee. Maar wij aanvaarden dat niet, daarom zeggen we, God heeft niet geantwoord. Hij heeft wel geantwoord, hij heeft nee gezegd, maar jij wil het niet aanvaarden. Daar ligt het probleem, hij heeft nee gezegd. En ik ga je zeggen, God heeft vaak tegen mij in het leven nee gezegd. Echt waar, vaak tegen me gezegd nee. Ik was teleurgesteld, ik was helemaal boos enzovoort. En nou als ik jaren terugkijk, wil ik op mijn knieën vallen en zeggen, dank u dat u nee heeft gezegd. Want nu kan ik het duidelijker zien, maar toen niet. Maar zijn weg is altijd best. Dus om het strijdperk van de vijand die ons er onderuit wil halen, die ons van God wil afhouden, hebben we het leven van Jezus nodig. En Jezus is gekomen om ons te redden, om ons te bevrijden. Hij is gekomen om ons toe te rusten, om hem te dienen. En hij deed dit door zijn dood en opstanding. Hè? Want als je kijkt naar de volgende tekst, staat er. Dus wij waren dood voor de zonde, maar Jezus zei, ik ben gekomen opdat zij leven hebben en dat zij overvloedig leven hebben. Dus niet alleen dat je levend bent, want we waren dood. Hè? Maar door Jezus zijn dood en opstanding zijn wij levend geworden. Maar als wij nou eenmaal leven in hem, hebben we het leven ook in overvloed. Wij komen niets tekort. Weet je, als wij hier echt gaan zitten nadenken over wat we hebben. Er is niemand hier, vaker wat ik zeg, die zijn ijskast niet open doet en er vallen dingen uit. Want het is propvol, waar of niet. Of de kasten open doet. Er is niemand hier die honger leidt. We hebben ontzettend veel om dankbaar voor te zijn. Niet waar? Maar dat zijn de materiële dingen. Maar denk wat wij nog meer hebben. Wij hebben alles daarbovenop. Hebben we nog alles. Hebben we de Heer Jezus natuurlijk. Ja? Maar je moet niet vergeten. Dus God heeft niet veel aan een leger zonder leven in de Heilige Geest. Die natuurlijk ineffectief is gemaakt tegen de wereld en tegen de vijand. Hij heeft daar niets aan. Daar is hij de opstanding in het leven. En dat zegt hij ook. Hij zegt in Johannes 11, zegt hij. Ik ben de opstanding. Ik zeg, maar Heer, mijn broer is overleden al 4 dagen. Die 4 dagen, dus die man was al tot aan binding overgegaan. Ze zei, dat is een lijklucht, is er al. In vele landen, en Israël ook, werden mensen binnen 24 uur begraven. Vele landen in de tropen ook. Mensen meestal binnen 24 begraven. Vooral in het verleden natuurlijk, want ze hadden geen ijs. En die mensen natuurlijk direct begraven. Maar in het verleden hadden ze, hier in Europa hadden ze dat mensen vaak in familiegraven werden gezet. Dat is tamelijk interessant. Ze werden mensen in familiegraven gezet. En als ze later om iemand gingen bijleggen, dan lag die persoon op zijn zij. Dus vaak waren er schijndood en dan werden die mensen levend begraven. Dus wat men op een gegeven moment begon te doen, is dat als een familielid was overleden, werd die dan op de tafel gezet in het huis. En dan aten de mensen er gewoon omheen. Ik heb het nou over de middeleeuwen. Dan aten ze gewoon omheen. En daar hebben we dat woord waken vandaan. Want ze waakten dat hij weer wakker werd. En als hij na een paar dagen niet wakker werd, dan begroeven ze. Daar hebben we die waken vandaan, dat we naar het lijk kijken en zo. Komt daarvan. Natuurlijk, in dit geval, hij was in het graf. Hij was al 4 dagen dood. Maar Jezus zeide tot haar, ik ben de opstanding en het leven. Het maakt niet uit alsof hij 4 dagen dood is en dat hij tot ontbinding gaat. Want ik ben, is niet dat de opstanding komt en dat jullie leven hebben. Nee, ik ben het. Dus zie je, hij wil hun laten weten, ik ben het leven. Als jullie willen leven, kan het alleen door mij. Wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. Dus je maakt niet uit als je dood bent. Je zal leven. Dus als je in Christus gestorven bent, zal je leven. En ieder die leeft in mij en in mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven. Dan kan ik u dezelfde vraag stellen die hij haar gevraagd heeft. Geloof jij dat? Als je dat gelooft, ben je eeuwig gered. Dus wij zijn dood voor de zonde en door de opstanding van de Heer Jezus. Maar wij moeten leven, het leven van Christus in ons hebben, om daar tegenaan te kunnen gaan. Want in Romeinen hoofdstuk 6, vers 11 staat er. Zo moet het voor u vaststaan dat gij wel dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Jezus Christus. Want als je ook kijkt naar de discipelen, hè, je ziet hoe de verandering van de Heilige Geest mensen verandert. Je ziet Petrus en de discipelen, voor de dood van de Heer Jezus, zie je ze allemaal wegrennen. Ze waren allemaal weggerend. Ze hadden hem allemaal verlaten. Maar dan zien jullie dat nadat ze vervuld waren met de Heilige Geest,
Maar het is heel andere mensen. Pieter stond daarvoor te prediken en hij werd geslagen. De keer rende hij niet weg. Waarom? Hij had de kracht van de Heilige Geest in zich. Daarom heeft God gezegd, je kan het strijdperk niet binnengaan zonder de Heilige Geest. Ze waren helemaal veranderd. En er is een verschil tussen hun en ons? Helemaal niet. Want de Bijbel zegt, er is geen aanzien zes persoons bij God. Maar waarom zijn we niet zoals hun? Dat ligt aan ons. God heeft ons alles gegeven. Hij heeft ons toegerust om te kunnen zijn zoals hij wil dat wij zijn. Maar wij moeten ook dat willen. Maar vaak zijn we verwend. We willen het vaak te makkelijk hebben. Allemaal excuses. Ik heb te veel werk. Ik heb te weinig werk. Ik heb te veel daarvan. Te weinig daarvan. Ja. We hebben allemaal redenen waarom we niet tot die volle groei komen. Er is een tekst die ik vaak las. Hè? In 1 Korintiërs hoofdstuk 12 staat erin. God heeft ten eerste gegeven evangelisten. Ten tweede profeten. Ten derde bijbeleraars. En ik vroeg me altijd af. Waarom zegt hij ten eerste en ten tweede? Want toen drong het tot me door. Ik ben erover gaan bidden. En de Heer mag vertellen. Het is niet verticaal. Het is horizontaal. Net zoals we God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest hebben. Dan zeggen we de eerste persoon in de Godheid. De tweede persoon in de Godheid. Het is niet verticaal. Het is horizontaal. Er is geen verschil tussen die. Het is één persoon. God is een drie in één. Ja? En niet één is meer dan de ander. Ze zijn allemaal. God is één persoon. Maar als je goed nadenkt. Wat God doet, hij stuurt natuurlijk eerst de evangelisten. Die brengen het woord natuurlijk. En die trekken dan verder. Dan komen de profeten, die bevestigen wat gezegd is. En dan komen de leraren en die gaan door daarmee. Daarom staat er in Jacobus 3 vers 1. Vele van u moeten niet veronderstellen, leraar te zijn, daar ga je des te streng geoordeeld voor worden. Maar dat zegt, wordt niet van de evangelisten gezet of de profeten. Waarom? Omdat een bijbelleraar veel meer invloed heeft op wat er gezegd wordt. En wat er geleerd wordt. Daarom. Nu zie je, in de oorlog worden de mariniers eerst gestuurd. En dan worden de mannen gestuurd om het allemaal even te maken. En dan komen de soldaten om te zorgen dat alles zo blijft. Zo is dat ook. Dus eerst de evangelisten, daarna komen de profeten en daarna komen de bijbelleraren. De bijbelleraren zijn hier om ons toe te rusten. Om ons te leren wie God is, hoe we het moeten aanpakken. Hij geeft ons, daarom geef ik jullie ook vaak achtergrond, zodat jullie kunnen weten hoe het in elkaar zit. Zodat jullie het kunnen toepassen. Als we de Bijbel gaan zetten en jullie een mooie verhaaltje vertelt en je kan er verder niets mee, hebben jullie potato chips gegeten terwijl je doodgaat van de honger. Het vult je maag wel, maar het voedt je niet. Dus wat jullie vanmorgen van mij hebben gehad is broccoli, spinazie, al die dingen waarvan jullie houden. Het is misschien niet lekker, maar het voedt je wel. We gaan de volgende keer hier verder over. Ik wil er meer van zeggen. Ik wil graag dat jullie begrijpen wie jullie zijn in Christus. Dat is wat wij hierop uit zijn. Wie zijn wij in Christus?